Oké, dit is even een korte demo van otranscribe.com. Dat klinkt heel Engels, maar zoals je hier ziet is de tool ook beschikbaar in het Nederlands. Alhoewel de vertaling is nu helemaal in orde. Een uurtje geleden heb ik dat doorgegeven. Nou, geweldig. Waar gaat het om? Je kunt hier een audiobestand inladen, hè, in deze webpagina. Dat zal ik even doen. Ik klik op audiobestand en ik heb er natuurlijk eentje klaarstaan. Zo, die laad ik even. En die kan ik nu gaan afspelen. Let op. Oké, ik wil even een stukje geluid opnemen, want dat wil ik gebruiken voor een andere tool die ik wil demonstreren. Dat is Transcribe. Nou, het idee is dat je terwijl je het geluidsbestand afspeelt, je gewoon meetikt. Dat kan in dit venster. Hè, dat staat hier ook. Ik heb natuurlijk even wat tekst voorbewerkt, maar dit is het idee. En daarbij heb je ook nog de mogelijkheid om andere teksten boven te zetten of wat dan ook. Transcribe. Doe dat even met één vinger hoor. Dat kun je bold maken. Je kunt cursief maken. Als het gaat om een hele lange tekst kun je ook de tijd toevoegen. Dat gaat op deze manier. Maar wat het mooie is van deze tool is dat je hoeft niet te switchen tussen programma's. Je hebt hier gewoon de mogelijkheid voor de besturing van je audiobestand. Dat is Transcribe. Otranscribe. Dan is dat een ootje. En als je nu vindt dat gaat wel wat snel, dan zit je het tempo gewoon wat langzamer. Nou, zoals je hoort komt dit meer overeen met mijn typesnelheid. Maar je zou hem ook wat sneller kunnen zetten. Er staat een ootje voor. Waarmee je heel makkelijk een audiobestand qua tekst kunt uitwerken binnen dezelfde pagina. Nou, dat is het hele idee. Ik zal even de hele tekst die ik bedoeld had hierin plakken. Zo, just for the record. En als je daarmee klaar bent, dan kun je het ook nog exporteren. Dat kan naar een markdown bestand, maar ook platte tekst. En je kunt het ook nog versturen naar Google Drive. Nou, al met al een hele mooie tool voor iedereen die interviews moet uitwerken. Je neemt iets op met je iPhone of Android device. Je gaat naar otranscribe.com en je laat het audiobestand er even in. En je kunt het op deze manier uitwerken. Ik vind het handig.